Welkom beste landschapsfotografen. Ik ben Christian van EIZO en dit is Serdar van PhotoTour4U. We nodigen jullie van harte uit om samen met ons de Colourclass Lofoten te beleven. Samen vliegen we naar het noorden van Noorwegen. Hier genieten we van de allerbeste landschapsfotografie en gaan we in op alle aspecten van de workflow. Vanaf de planning tot het daadwerkelijke fotograferen en natuurlijk ook de beeldbewerking en de afdruk. De oplettende kijker ziet het misschien al. We zijn nog niet op Lofoten. Dat klopt. Bij het noorden van Noorwegen heb je toch een ander beeld. Maar Serdar, morgen vertrekken we. Dus waarom hebben we vandaag nog een keer afgesproken? Goede fotografie komt niet uit de lucht vallen. Daarom laten we hier alvast alle apparatuur in detail zien die we voor de Colourclass gaan gebruiken. Daar gaan we. Zo is het. Het belangrijkste is natuurlijk de camera. Wij hebben gekozen voor de Fuji GFX 50S. Dat is een heel compacte camera in middenformaat. Als je hem goed bekijkt, zie je dat hij niet veel groter is dan een standaard spiegelreflexcamera. Maar dan met een veel grotere sensor en een resolutie van ruim 50 miljoen pixels. Dat geeft ons echt een geweldig dynamisch bereik en ook een bijzonder hoge resolutie. Een ideale camera dus voor landschapsfotografie. Bovendien hebben we nog twee APS-C-camera's bij ons van Fuji. Ten eerste de XH1. Dit is een camera die vooral voor het filmen geoptimaliseerd is. Je kan er natuurlijk ook geweldig mee fotograferen. Maar hij biedt ook een paar functies die nieuw zijn ten opzichte van andere camera's. Tot slot nemen we ook de X-T2 mee. Die ga ik vooral gebruiken voor foto's van de making-of. Uit de hand. Dit zijn de beide bodies die we ook nog meenemen. En natuurlijk een hoop objectieven. Oké, Serdar, wat is naast de camera het belangrijkste van de uitrusting? Daar hoef ik niet lang over na te denken. Voor mij is dat duidelijk het statief. Dat verbindt mij met de ondergrond. Ik vind dat je met een statief pas echt goed aankomt op je locatie. Zijn er nog technische aspecten waar we op moeten letten? Ik bedoel, statieven hebben allemaal drie poten, dus wat is er belangrijk? Waarom kies je specifiek voor Gitzo? Chris, jij kent dit statief goed. Ja, ik heb hier gekozen voor de GFX, een statief uit de Systematic productlijn. Die zijn bijzonder stabiel, heel robuust en extreem onbewegelijk. En omdat ze ook nog eens van carbon zijn gemaakt, zijn ze relatief licht. We moeten tenslotte alles mee kunnen nemen. Ik gebruik een statief uit de productlijn Mountaineer. Om precies te zijn, model 2543L. L staat voor long, wat betekent dat het op ooghoogte staat. Wat ik hier heel goed vind, is dat er geen middenzuil is. Vergelijk dat eens met de Systematic. De Mountaineer heeft dat wel. Dat heeft voor- en nadelen. Met een middenzuil kan ik nooit dicht aan de grond fotograferen. Bij de Mountaineer zit hier een quick remove mechanisme, zodat je hem eraf kan halen en eenvoudig dicht bij de grond kan werken. Dat kan voor mij een perspectief zijn dat de opname spannender maakt. Chris, misschien nog een detail. Op de Lofoten werken we veel aan het water. Ja, wat daarvoor belangrijk is, is dat alle statiefpoten O-ringen hebben. Die ringen beschermen de relatief kwetsbare klemmechanismen tegen zand en water. Dat maakt gewoon het verschil. Naast deze hele grote jongen hebben we ook nog een reisstatief bij ons, uit de Traveler-serie. Die is heel compact. Hoe doen ze dat? Dat doen ze door de poten naar boven te laten klappen. Eigenlijk staat het statief namelijk zo. Oké, Serdar, dus de onderwerpen camera en statief kunnen we alvast afvinken. Wat echter ook nog van wezenlijk belang is voor een landschapsfotograaf, is het thema filters. Dat is correct, en geef ik ook toe. Voor mij zijn filters een integraal onderdeel van mijn werk. Vergeet Photoshop en Lightroom nog even. Ik heb filters nodig om ter plekke, dus op locatie, het licht vorm te geven. Daarom hebben we hier een reeks filters van onze partner Haida. We werken hiervoor met grijs verlopen, zoals dit filter. En we nemen natuurlijk polarisatiefilters mee. Daarmee kunnen we reflecties reguleren. Verder hebben we nog een zogeheten grijsfilter bij ons. Wat je hier ziet is trouwens een geniaal idee van Christian. Hij heeft de filters heel goed leesbaar gemarkeerd, zodat je direct de filtersterkte en soort ziet. Precies. Gewoon met zo'n standaard labelprinter. Dat maakt het werken op locatie een stuk gemakkelijker. Ja, absoluut. Hier heb ik ook een hulpmiddel voor het kleurenbeheer. Dit zijn de referentiekaarten van Datacolor. Die helpen bij de RAW-conversie. En hier bovenaan hebben we de Spider Cube. Daarmee kan je de witpuntwaarde, de zwartpuntwaarde en het witvergelijk perfect instellen. Dat is nog maar het begin van onze uitrusting voor het kleurenbeheer. Maar omdat printers, monitoren en papier simpelweg te zwaar zijn, nemen we dat niet allemaal mee in een koffer. Die apparatuur hebben we vooruitgestuurd en hopelijk staat dat allemaal al in het hotel. Ik hoop het ook. Nu laten we u nog een paar trucjes zien. Kleine ideeën en huishoudelijk materiaal waar je niet aan denkt, maar dat op locatie het kleine maar fijne verschil kan maken. We gaan naar de Lofoten. De Lofoten bevinden zich op 300 kilometer ten noorden van de Poolcirkel. We moeten rekening houden met kou, ook in april. Ik begin met de spikes. Eigenlijk zijn dit niet eens spikes, maar echte ijsklauwen. Waarom? Als we bijvoorbeeld aan zee werken, aan het strand, en er ligt geen zand, maar stenen. Het spatwater van de branding bevriest en dat zie je niet aan zo'n steen. Je neemt een stap en plotseling glijdt je voet gewoon weg, omdat je geen grip meer hebt. Met spikes heb je wel grip. Als je dus naar de Lofoten gaat, is dit van levensbelang. Je moet een paar spikes aanschaffen, punt. Je kunt echt niet zonder. Volgende punt. Accu's. Dit is een oplader die we met een powerbank kunnen opladen. Deze hier geeft 20.000 milliampère. Let op, hier is de accu. Ik druk op een knop en nu laat hij op. Dat is enorm waardevol voor iedereen die met een camera zonder spiegel op pad is. Want we hebben nu eenmaal meer batterijen nodig. Nu komt de vraag, wat is dit nou weer? Ziet er grappig uit, toch? Ja, het is een douchemuts. Als we aan zee zijn en dicht bij de branding werken, dan heeft de Atlantische Oceaan de gewoonte om te spugen. Zeespray heet dat. Je hebt dus je filters en lenzen of gewoon de hele camera. En terwijl we wachten op de perfecte opname, landt die spray op onze apparatuur. Zout water, en als dat droogt, laat het dus ook echt een zoutlaagje achter, wat extreem lastig te verwijderen is. Dus je gaat naar je locatie en tijdens de wachttijden dek je je camera af met deze douchemuts. Dat brengt ons op het volgende punt. Ziet eruit als zenuwgas, maar zo erg is het niet. Dit is een reinigingsvloeistof. Je mengt 1 deel met 70% alcohol op 4 delen gedestilleerd water. Gedestilleerd, gedemineraliseerd water. Dat gaat hierin. Waarvoor is dat? Dat is voor het geval dat er toch zeespray op het filter gekomen is. Dan werkt dat als een soort glasreiniger, maar zonder zeep. Dat is belangrijk. Geen zeep. Voor het schoonpoetsen gebruik je dan een microvezeldoek. Of liever veel meer dan 1. Hoe groter de doek, des te beter. Ik heb makkelijk 3 of 4 van die doeken in mijn rugzak. Die heb ik steeds weer nodig. En hiervoor gebruik ik ziplockzakjes. Als je een microvezeldoek neemt, kun je die in het hotel onder de kraan houden en goed nat maken. Die natte doek pak je in zo'n ziplockzakje in. Als er vuil is ingedroogd op een filter, doe je het filter in de doek en week je het vuil er zo af. Daarna kan je het filter met een schone microvezeldoek weer compleet schoonmaken. En tot slot nog een laatste punt. Mijn hoofdlamp. Met een lamp op je hoofd kun je je handen vrij houden en toch zien waar je loopt. Ze zijn er met wit en rood licht. Ik heb hier rood licht. Dat geeft minder lichtvervuiling dan wit licht, omdat de lichtbundel veel groter is. En je hebt het voordeel dat je je nachtzicht niet kwijtraakt. Nu weet u wat er allemaal mee moet. Nu nog de vraag, hoe krijgen we dat allemaal naar onze locatie in Noorwegen? Het antwoord in geweldige rugtassen van F-Stop. We gebruiken die allebei al een hele tijd. Het handige aan deze rugtassen is dat ze heel modulair zijn. Aan de ene kant hebben we een volwaardige trackingrugzak, extreem hoogwaardig, stabiel en waterdicht. En aan de andere kant zijn er verschillende inzetstukken voor fotoapparatuur die je kunt gebruiken afhankelijk van je uitrusting. Het mooie is, je kunt je apparatuur echt heel goed vastzetten en als het ding dan rechtop staat, valt er niks uit. Als fotografen denken we soms alleen maar aan de apparatuur. Maar als je wat langer op locatie werkt, krijg je vroeg of laat trek. Ja, of je krijgt het koud. Je hebt een handwarmer nodig, of wat dan ook. In de rugtassen van F-Stop is ook veel plaats voor je verdere uitrusting. Meestal is hier aan de voorkant een vak en sommige modellen hebben ook zijvakken. Oké, Serdar, nu hoeven we alleen nog maar alles in te pakken. En dan is het al zover. De reisdag. Ik ben goed bepakt en ik reis nog zonder Serdar vanuit Frankfurt naar het hoge noorden. Onze eerste vlucht gaat naar Oslo. Daar moeten we nog een keer onze complete bagage uitchecken, door de douane, weer inchecken en dan vliegen we door naar Evenes. Boarding is over 20 minuten, dus we moeten een beetje opschieten. Ik haal mijn aansluiting maar net. Hiermee ga ik naar de laatste grotere luchthaven op het vasteland van Noorwegen. Harstad Narvik is onze poort naar de Lofoten. Het ligt 300 kilometer ten noorden van de Poolcirkel. Bagage ophalen, huurauto ophalen en vervolgens ben ik al op weg naar onze basis in Svolvaar. In de volgende aflevering van onze Colourclass Lofoten zien Serdar en ik elkaar weer in ons hotel in Svolvaar. We bespreken samen hoe we onze locatieplanning aanpakken en welke hulpmiddelen we hiervoor hebben. De komende dagen hebben we goede kansen. En dan kunnen we ook eindelijk daadwerkelijk fotograferen en het geweldige licht op de Lofoten vastleggen. Maak het mee in de volgende aflevering van onze Colourclass Lofoten.